Sven, Wessel, nog 100 dagen tot WK Beaches. Staan jullie op de Dam waar het evenement over 100 dagen is? Ja, hoe is het voor jullie om hier nu te staan, nou, iets meer dan een week nadat jullie gekwalificeerd zijn? Het is spannend, hè? We weten dat we hier over 100 dagen echt flink aan de bak moeten. We kunnen nu al even proeven hoe dat gaat zijn en we kijken er ontzettend naar uit. Ja, ik vind het überhaupt gewoon heel mooi dat je op een WK mag staan. En ik vind het wel echt gewoon een hele mooie locatie. Dus ook eerst in Amsterdam. Het is gewoon echt, ja, het is prachtig. Dam is gewoon echt een van de mooiste locaties van Nederland. En als je daar dan mag voetballen, is ontzettend mooi. Hoe waren voor jullie de reacties nadat jullie gekwalificeerd hadden? Ja, super. Ik denk een dag nodig gehad om iedereen te beantwoorden. Ik heb op alle soorten mediums heb ik berichten gehad en dat hield niet op. Dat was echt fantastisch hoeveel mensen ons supporten en we verwachten dat die hier ook zullen zijn tijdens de WK. Hij zoekt het zand. We hebben begrepen, ambassadeur van Amsterdam, Richard Schaal, gaat jullie ook een stukje helpen in de voorbereiding op het toernooi. Ja. Wessel, hoe is dat voor jullie om zo'n legende betrokken te hebben? Ja, ik vind Richard überhaupt gewoon echt een prachtig kerel, maar dat hij ook gewoon nog wat volleyballen erbij, dat is helemaal mooi. Dus dat hij ons gaat helpen, dat is wel echt een grote plus. Dat is echt wel een groot voordeel.